Het begint al met het feit dat wij dus geen functies hebben, maar rollen. Je wil dat mensen in staat zijn zelf besluiten te nemen. Want dan heb je geen managers nodig, die hebben wij dus ook in mijn bedrijf niet meer. Wat krijg je als je de unieke werkprincipes van de Special Forces vertaalt naar het bedrijfsleven? Daarover en meer gaat deze aflevering van 7D TV met mijn gast, Daan Domen. Daan, van harte welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, laten we even bij het begin beginnen. Hoe. Kwam je überhaupt, we komen gaandeweg het gesprek er wel achter wie je nou bent, wat ja. je achtergrond is en wat je allemaal doet. Maar laten we beginnen even met deze pitch. Hoe kwam je erbij om die twee dingen te combineren? Nou eigenlijk, ik had mijn vorige bedrijf uh, verkocht. Daar werkte op het hoogtepunt zo'n 200 mensen. Hoe oh, deed dat? En, uh, dat maakte slimme hulpmiddelen voor ouderen om langer zelfstandig thuis te blijven. En toen ik was dat in mijn eentje begonnen. Maar naarmate dat bedrijf groeide, uh, ja, werd het eigenlijk steeds, uh, gingen we steeds meer dingen doen die afweken van ja, wat we eigenlijk voor de klant deden. Hè? We mm -hmm. kregen commissies en uh, HR-afdelingen en noem het allemaal op. Mm -hmm. En uh, toen ik mijn nieuwe bedrijf begon, Lucie. Daarmee maken wij een app voor ziekenhuizen om patiënten op afstand te begeleiden. Toen wilde ik samen met mijn mede-oprichter Joris Jansen zaten we eigenlijk van hoe kunnen we nou een bedrijf maken met een klein team? Wat tot hele mooie dingen in staat is, maar zonder al die romslomp, bureaucratie enzovoort. En toen zijn we gaan kijken naar welke, uh, ja, welke andere mensen, bedrijven enzovoort, doen dat. En toen kwamen we uit bij de Special Forces. En op een borrel, letterlijk van, van onze oppas, ontmoette ik toen een commando, uh, Thomas. Uh, dat is niet zijn echte naam, want hij is nog in dienst. Maar... Nee. Ja, en zo begon eigenlijk een zoektocht. Naar, ja, hoe werken jullie nou? Wat doen jullie nou anders? Zodat je met hele kleine teams ver achter vijandelijke linies ja, dit soort dingen kan doen. Mm. En die, die principes zijn wij gaan vertalen naar, uh, naar organisatieprincipes. Met, die, met behulp ook van die, ja. uh, van, van die Thomas, noem we ja. hem even. Want dat is, uh, ja, want omdat hij in dienst mag, hij, mag je niet weten wie nee, hij is. Nee, je mag zijn echte naam niet, uh, niet ah, noemen, okay. want ja, hij die, is ik, nog actief. Ja, 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 ja. Um, maar nee, dus toen zijn we gaan kijken. Nou, eerst zijn we dat zelf gaan doen. En we kwamen dus op allerlei principes, maar daar hebben we het ongetwijfeld zo over. Mm -hmm. En de doorbraak om daar ook een boek over te schrijven, Green On heet dat... Um, dat die kwam eigenlijk op het moment dat um, mijn zusje, haar man, uh, kreeg alvleesklierkanker. Um, jonge vent. Uh, uh, zij was directeur in een grote corporate. En uh, toen zij zei zij, hey, hé, maar hoe jullie je organiseren als uh, nou ja, hippe start-up, zou ik maar even zeggen... Mm -hmm. um, zou dat ook werken bij mij? Want ik wil eigenlijk tijd overhouden om bij mijn man te zijn... Maar ik wil ook mijn bedrijf niet in de steek laten. Want zeker als mijn man zo overleden is, ja. Uh, ja, dan, dan heb ik die baankaart nodig. Toen zijn we ook haar gaan coachen en begeleiden. En ja, wat, wat gebeurde? Ook in een hele grote internationale corporate uh, bleken die principes te werken. Nou ja, en dat was eigenlijk voor mij ja, de start van een zoektocht en, en van heel veel activiteiten om dit, uh, dit ja, evangelie uh, verder te voeren. Ja, precies. Want even, sowieso wat we hier al van kunnen leren, waarschijnlijk is. Dus dat merk ik vaak dat branches of, of, of vakgebieden heel erg vaak navel staren. Ja. Terwijl wat jij natuurlijk hebt gedaan is gewoon over de heg kijken naar een volledig andere wereld. Ja. Wat in één keer een prachtige eye-opener kan zijn van hé, hey, wat even. Maar dan zouden wij dingen dus ook heel erg anders kunnen doen. Precies. Ja. Noem eens een paar van die principes. Nou, eigenlijk het allerbelangrijkste uh, wat erin zit, is wat je als, als commando van commando's verwacht. En wat je wil, is dat als zij ver achter vijandelijke linies zijn, dat ze in staat zijn om besluiten te nemen. Op een integere manier. Uh, welke situatie zich ook voordoet, en daar achteraf ook verantwoording over willen leggen. Wat is ja. een integere manier? Nou ja, heel concreet uh, in, de, um, uh, in de opleiding van, uh, van de commando's zit uh, bijvoorbeeld een opdracht waarbij je van, uh, van A naar B moet lopen. en halverwege is een scenario opgespeeld, wordt iemand lastiggevallen. Um, en hoe ga je dan reageren? Je mag eigenlijk geen contact hebben met burgers. Um, je moet die opdracht binnen een bepaalde tijd. Hè, dus als je gaat helpen, dan haal je dat misschien niet. Um, en waar het dan eigenlijk over gaat, is niet eens zozeer wat kiezen. Je nou, maar neem je een besluit? Ga je helpen of niet? Uh, ben je bereid om dat dus op een eerlijke manier te doen? En waarom doe je dat? En kan je daar verantwoording over afleggen achteraf? Hè. Dus ben je bereid om te zeggen: ja, ik heb geholpen, dus ik heb mijn opdracht niet gehaald, maar dat heb ik hmm. om die en die reden gedaan. Hmm. En dat gedrag is eigenlijk natuurlijk wat je precies in een bedrijf ook wil. Je wil dat mensen in staat zijn zelf besluiten te nemen. Want dan heb je geen managers nodig, die hebben wij dus ook in mijn bedrijf niet meer. Um, uh, dan heb je uh, veel snellere besluitvorming, maar dat niet alleen. Dan krijg je ook eigenlijk autonomie uh, bij de mensen zelf... om hun eigen werk in te delen, hun eigen dingen te doen. En dat vinden mensen veel leuker. Maar bij de commando's, bij de special forces, daar kom je niet zomaar in. Er nee. is uh, dus niet elke gastje die zegt, hey, dat vind ik wel leuk en uh, daar ga je lekker meedoen. Bij bedrijfsleven werkt de onboarding vaak iets minder kritisch, toch? Oftewel, wat zijn de eisen uh, van de mensen die binnen jouw bedrijf werken? Zeg maar, waar moeten ze aan voldoen om dit te kunnen? Ja, nou, dat is, dat is wel interessant. Hè? Dus wij hebben onze recruitment om die reden ook helemaal omgegooid. Uh, want eigenlijk wat ik ook leerde van de commanders: ze zeggen, ja, wij zoeken niet zozeer uh, de Rambo's of de, de mensen die heel goed kunnen schieten of wat dan ook, want dat kan je mensen leren. Maar wij zoeken mensen die bepaalde waarden delen. die een bepaalde cultuur uh, omarmen. En dat wil je in een bedrijf ook. Dus wij hebben ons recruitment veranderd en gezegd. we gaan niet meer gewoon één op één sollicitatiegesprekken hebben. maar we gaan een introductiedag organiseren. Net als de, de special force dat doen. En uh, daarin presenteren wij onszelf. Uh, krijgen de mensen een aantal opdrachten. We gaan niet door de modder rollen, maar bijvoorbeeld om zich te presenteren. Mm -hmm. of om een, een challenge met elkaar uit te voeren. Mm -hmm. um, we hebben informele momenten, een leuke borrel, een wandeling. En. Eigenlijk op zo'n dag zie je mensen. En dan gaat het niet eens zozeer van nou, weet hij nou alles van mijn vakgebied? Want dan kan ik hem wel kan ik hem later wel uitleggen. Nee. Maar dan gaat er veel meer om past diegene bij ons. Deelt hij onze waarde. En de grap is, we hadden de eerste keer dat we dit deden, dat was in coronatijd nog. Dus we mochten we maar maximaal 30 mensen uitnodigen. We hadden meer dan 100 aanmeldingen, geloof ik. En van die 30 hadden wij op dat moment drie factures. En we hebben uiteindelijk van die drie mensen er twee aangenomen die ik op basis van hun brief. En nooit had uitgekozen. Ja. Uh, maar die pasten. Ja. En, en, en tot de dag van vandaag uh, zijn dat uh, ja, talenten in het bedrijf die, die, die naadloos daar hun plek in weten te vinden. Is er dan nog een rol voor het zeg maar, klassieke CV? Nou ja, dat is ook wel grappig. Kijk, uiteindelijk, uh, zeker nu in de wereld, ik ben daarnaast hoogleraar digitale transformatie in de zorg, dus er is ook veel onderzoek naar juist de digitalisering. Nou, daar zie je dat AI, uh, chat GPT enzovoort natuurlijk steeds meer uh, uh, een plek gaat krijgen. Virtual reality met de bril die Apple waarschijnlijk gaat lanceren, uh, wordt eigenlijk heel veel nep. Dus leren aan zich. ja, wat zegt dat? Ik vind het veel interessanter, wat heeft iemand nou voor een ervaring opgedaan? Um, is hij in het buitenland geweest? Heeft hij unieke projecten gedaan? Heeft hij iets heel geks gedaan, misschien wel? Um, omdat die mensen in staat zijn om nieuwe oplossingen voor problemen te vinden. Dus, um, dus ja, een cv heeft nog wel waarde in de zin dat het, uh, dat het laat zien. Uh, wat jij in potentie kan. Mm -hmm. Maar het gaat mij veel meer over de experience en over de verbinding met jou. dan over ja. dat jij nou uh, INSIAT of, uh, of mm -hmm. weet ik wat gedaan. Hebt. Uh, ik maak deze serie met Loket. Die, uh, dat is een, ja. een, een bedrijf die zich. Ja, hun, hun gebied is. is, is salarisadministratie, als ik het heel saai zeg. maar HRM in een wat bredere zin. Hè? de toekomst ja. van HR. Daar maken zij deze serie. Noem uh, nog eens wat aspecten waarvan je zegt. van ja, maar dit werkt bij ons. <laughs> Echt heel anders dan dat het ooit of bij veel bedrijven nog steeds werkt. Ja, nou ja, het begint al met het feit dat wij dus geen functies hebben maar rollen. Uh, dat betekent dus dat bij ons, uh, we hebben uh, 60 mensen werken. Dat is een bewuste keuze om dat niet heel veel meer te laten zijn. Want wij zijn in 11 landen gelanceerd. Um, maar we hebben, die, we hebben misschien wel 350 of 400 rollen. Dus we hebben eigenlijk alle activiteiten en taakjes in kleine rolletjes uitgeschreven. Die kunnen meerdere mensen vervullen. Die kunnen meerdere mensen vullen. Maar ik heb bijvoorbeeld misschien wel 20 rollen. Uh, dus het kan ook andersom. En dat maakt het mogelijk om dus heel erg op, op basis van specialismen en specialisten met elkaar te gaan samenwerken. Een voorbeeld hoe dat bij de commandos werkt: ja. de sniper die de lange afstandschutter is zal zich nooit bemoeien met de demolitiespecialist... specialist die de bommen op de deur vastzet. <laughs> uh, want die, ja, die zijn ieder autonoom in wat ze doen, uh, beslissen ook zelf, uh, hebben die gedeelde waarden waar we het al eerder over hadden, um, en hebben dus een rol op dat moment in dat team. Nou, dat hebben wij ook. Dus uh, een, een rol kan uh, uh, bijvoorbeeld onboarding. Zijn, nou dan ben ik belast met het onboorden van nieuwe medewerkers. Even als maar is leidinggeven ook een rol? Nee, dat is en dat is dus de grap. Doordat dus eigenlijk al die activiteiten in rollen zijn uitgewerkt, betekent het in een rol die ik heb, als ik die onboarding specialist ben, ben ik volledig bevoegd en wordt van mij verwacht om alles te besluiten en te doen wat nodig is om het doel van mijn rol te halen. En is dan een rol, uh, ik Doe marketingactiviteiten of nee. is de rol: uh, um, uh, ik, ik moet zorgen dat het bedrijf uh, in Duitsland op de kaart komt te staan. En uh, blah, blah. Men, nog beschrijf... veel kleiner. nog dus kleiner. een rol is echt een, uh, beschreven vanuit een doel. Dus een rol, even als ik hem pak bij die onboarding, dan ja. zou een rol kunnen zijn: nieuwe medewerkers um, uh, kennen de cultuur van Lucy. Dan is, en mijn rol is dan de onboarder. Dus die is heel klein. Maar binnen die rol ben ik volledig bevoegd om alles te doen wat nodig is om het doel van die rol te halen. Dus ook citeren Ja, tot op zekere hoogte en dat gaat heel ver. Kan je dat dus financieel? Hoe ga ik dat doen? Wie heb ik daarvoor nodig? Nou, noem het allemaal op. Dus het is heel erg output driven. Het gevolg is dat ik dus ook geen manager nodig heb, ook geen manager HR of een leidinggevende die mij dat gaat goedkeuren of vragen of wat dan ook. Want ja, al die mensen werken dus als rollen samen. En doen gewoon wat nodig En wie definieert de rollen? Ja, daar is dan wel weer een rol voor. De rolverdeling. Rol dus het definiëren van de rollen kan iedereen. En dat is ook uniek. We hebben dus geen gelaagdheid in het bedrijf, geen formele hiërarchie. Dus iedereen kan rollen aanpassen, bijmaken, weghalen als ze niet meer nodig zijn. Dus het bedrijf verandert continu. Um, alleen degene die vervolgens bepaalt wie op welke rol zit, en dat is per team uh, georganiseerd, Ja, dat is ook weer een rol. En die moet kijken van wie past nou het beste bij dit, dit, deze specifieke taak of activiteiten. Documenteer je, is dit sta, ja. sta, staat het beschreven? Of ja, dus het... dat is een randvoorwaarde. Dus wij hebben daar een programmaatje voor. Uh, dit principe komt over ook, van, ook vanuit het holocracy denken. Ja. Um, en daar is een programmaatje waarin je dus al die rollen staat beschreven. En dan staat elke rol, staat een purpose. Dus het doel van de rol, de output. Ja. En er staan accountabilities. En dat zijn de activiteiten die ik mag verwachten van de persoon die die rol vervult. Um, dus uh, nou ja, op die manier krijg je een systeem waarin je dus allemaal specialisten hebt die samenwerken um, en die heel erg autonoom dus hun werk indelen, hun besluiten uh, maken enzovoort. Maar dan heb je wel iets nodig um, om te zorgen dat mensen dan ook de juiste beslissingen nemen. Ja. Want anders ja, dan gaat het alle kanten op. Ja. Nou, dat hebben wij uh, genoemd uh, uh, de X over Y principes. Uh, uh, wij definiëren, onze hele strategie bestaat uit vijf, zes stellingen. Die herijken we elke jaar. Uh, daar is ook weer een rol voor, overigens, ja. die dat dan doet. En die vijf, zes stellingen, die zijn iedere keer x over y. Dus bijvoorbeeld, wij zijn actief in het buitenland. Stel dat je moet kiezen tussen groeien in het buitenland... of groeien in Nederland. Wat verwachten we dan dat belangrijker is op dat moment? Nou, dan zeggen we bijvoorbeeld, zo'n stelling is dan... het uh, uh, werven van nieuwe klanten in nieuwe landen uh, gaat boven... Het groeien van onze activiteiten in Nederland. Daarmee vertel ik niemand wat hij moet doen of hoe hij het moet doen. Maar geef ik ontzettend veel richting um, in uh, ja, welke keuze verwacht. Dat is ook. bijna de missie, zoals je die met, met een Special Forces ziet of moet ik dat Ja, doen? dus die hebben dus eigenlijk ook van die uh, Rules of Engagement. Ja. Uh, waarin ze dus heel duidelijk besluiten: van nou, als er dingen gebeuren, wat is belangrijk, wat ja. mogen we enzovoort. En dus de waarde deze x over en als laatste de uh, een, een hele duidelijke metric dus één getal en bij ons is dat tijd voor zorg. Dus wij hebben als bedrijf als missie om, uh, om ja, eigenlijk zorg voor, zorgverleners tijdvrij te maken. Ja, daar zit een algoritme achter, dat berekenen we dan. Of er zijn alle activiteiten die we doen. Door hulp met behulp van jullie, Met hulp krijgen ze tijdvrij. Ja, 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 precies. Dus patiënten meten thuis hun waarde. Ja. Um, en algoritmen uh, die analyseren al die gegevens. En vervolgens bepalen die eigenlijk precies welke patiënt heeft nu aandacht nodig mm heeft. -hmm. Ja. En op het moment dat jij dus ja, dat er niks aan de hand is, hoef je ook niet voor een controle naar het ziekenhuis. Nee. En als er iets gebeurt, detecteren we dat eigenlijk vroeger. Maar die waarde, die, die, waarden, die, die uh, x over y, nee, ja. X, ja, stellingen, uh, en dan de, de, die, um, die, hoe noem je dat als de derde, de, de, de matrix of Ja, de, die de, matrix. Die, uh, wie, wie bepaalt die dan? Ja, dus daar is daar de, ook weer da, een, ja, daar rol is een rol voor. Is, de, ja. En die rol, die heeft dus ook, uh, de, die, in dit geval deze rol, heeft, hebben verschillende mensen. Dus die kunnen ook dan, eh, dat kan ook, dus die werken samen daarin. Uh, maar dat is dus niet hiërarchisch bepaald. En het grappige is. Ik ben net terug van een, van een safari met mijn gezin. En dat was een, een, een unieke ervaring. Maar als je dan kijkt naar heel veel dieren in de natuur, zeker apen in dit specifieke voorbeeld, die organiseren zich eigenlijk op een beetje vergelijkbare manier. Dus die hebben niet één leider, maar die hebben eigenlijk een soort informele leiders die uit die groep ontstaan. En dat zie je bij ons ook. Dus we hebben geen hiërarchie, dus we hebben geen directeur. Ik ben ook geen directeur van Lucy. Uh, we hebben ook geen managers. Uh, je krijgt bij ons geen strepen of wat dan ook. Uh, uh, omdat je nou eenmaal zo lang bij ons werkt. Uh, maar natuurlijk, een groep gaat leiders staan op. Alleen bij ons ontstaan die dus niet vanwege een functie. Maar ontstaan die gewoon omdat de groep die mensen die leiderschap uh, toekent. Een natuurlijkere de vorm van leiderschap. leiderschap. Ja, en nou, dan is nog een laatste ding nodig. Ja, er wel meer, maar in de andere, Want Dus we hebben dus aan de ene kant uh, hebben we dus rollen. Mm -hmm. uh, dus iedereen weet. Precies wat er van hem verwacht wordt en is vrij om die beslissingen te nemen. Het tweede niveau is eigenlijk: je moet dan wel weten, ja, wat zijn dan een beetje de kaders? Hè? Dat ja. zijn die x-over ja. En de derde is: dan moeten mensen ook besluiten durven nemen. En dat zie je dat dat in heel veel bedrijven ook een uitdaging is. Hè? Dus dan gaan ze naar anderen kijken. Of ze bang zijn of omdat de politiek is of omdat ze niet weten wat, wat, wat de richting is. En daar hebben wij: um, eigenlijk vragen wij de hele tijd aan mensen: oké, okay, één, wat heb je nodig? Dus als iemand bij mij komt omdat ik uh, een, een, een leidende rol heb, en niet, niet formeel, maar omdat ik natuurlijk als oprichter dat vaak wel toegedicht krijg. Mm -hmm. En dan, kom ik, ja, wat, dan zeg ik, ja, wat heb je nou nodig om dat besluit te nemen? En het tweede is eigenlijk, is het veilig genoeg om te proberen? Dus als jouw idee uh, veilig genoeg is om te proberen, dus het brengt niet de patiëntveiligheid in gevaar of de financiële continuïteit van het bedrijf, laat het maar gewoon doen. Nou, en dan, maar dan ben je er nog niet, want dan ga, dat is nog vragen stellen, dan moet je vervolgens ook wel de veiligheid creëren... dat als het, als het besluit fout is, mm -hmm. dat we dan niet boos worden. Mm -hmm. Dus wij hebben daarvoor de fuck-up of the month. Ja, je, ve je viert de fouten. We viert, en elke, we hebben geen kantoor, we hebben ook geen werktijden... we hebben geen vakantiedagen meer, en, maar we hebben wel één keer... Geen kantoor? De, nee, we zitten in elf landen, maar zonder kantoor. En, maar dus dan komen wij één keer in de um, uh, maand komen wij fysiek samen... En dat is ook ja, niet verplicht, maar wordt wel van je verwacht dat je daarbij bent. Uh, je, ook uit het buitenland is gewoon budget dat mensen komen. Um, en uh, dan doen we leuke dingen met elkaar. Uh, dingen waarvoor het ook nuttig is dat je fysiek bij elkaar bent. En een van die dingen is dus de fuck-up-of-demand verkiezing. Dan deelt iedereen zijn grootste fouten. Je kan ook fouten van elkaar uh, delen. En dan krijg je een medaille. Bij ons is dat dan een button. Uh, voor degene die de grootste fout had gemaakt. En um, nou ja, dan uh, staan we daarbij stil. Wat hebben we ervan geleerd? En daar is dan iets leuks aan gekoppeld. Bijvoorbeeld een etentje wat je kan doen, of een massage, of weet ik veel wat. Moet je wel oppassen dat er straks iemand met tien buttons rondloopt. Dan nou door, ja, maar uh, het gaat er dus wel om dat je wil dat mensen beslissingen nemen, dat integer doen, um, uh, maar wel dat ze beslissingen nemen. Nou, het is heel goed natuurlijk, omdat waar ik me vaak aan erger is dat we zoveel mensen hebben die volgen. Ja. Uh, en jij roept heel erg. Jij, Appelleert heel erg aan de authenticiteit ook van iemand van wat vind ik nou. Ja, uh, en ja. hoe, dus dat je zelf beslissingen neemt over de te nemen stap. Mensen zijn natuurlijk heel snel al, ja weet je, oh dat doet die, dan doe ik dat ook maar. Weet je, ja. een holke maar achteraan. Dus nou ja, ja, en, en andersom, uh. wat je heel veel ziet. Ik denk dat veel mensen dat ook weer herkennen, bijvoorbeeld van vergaderingen. Wij hebben bij ons overigens uh. meetings afgeschaft, maar dat, dat terzijde. Uh, maar van vergaderingen zie je dat dan, dan gaan allerlei mensen zich bemoeien met allerlei onderwerpen. Dat je denkt, joh, maar je hebt hier helemaal niks mee te maken. Uh. En dat is een Ander voordeel van die rollen, ja, ja. Uh, het is ook bij ons de regel: als het niet jouw rol is, ja, uh, waar bemoei je, je mee? Uh, dus dat, en dat was in het begin natuurlijk, toen we hier naartoe overgingen, best wel een stap. Maar dan gingen mensen zich uh, over bepaalde dingen uitspreken, zeg, ja, dat is helemaal niet jouw rol. Maar wordt er dan uh, wel eens gevochten om een rol? Nou ja, gevolgd. gevolgd uh, in de zin van ja, maar dan wil ik wel die rol. Want het ja, gaat niet mag. goed. En er worden ook rollen teruggegeven. Hè. Dus je bent ook vrij uh, om, om altijd, als ik een rol niet meer wil. Ik heb vanochtend in de reis hierheen nog twee rollen teruggegeven. Omdat ik me dat gebeurt ook een soort van expliciet? Ja, ja dus dan bel ik. Wij praten ook naar elkaar als rollen. Dat is ook interessant. Dus wij gebruiken Schrappig. Slack als kanaal waarin ja, ja. we dan, dan chatten ja. en zo. En vanochtend zei ik dus tegen de de rolverdeler van het integratieteam waar ik ook een paar rollen in had, zei ik: "Ik heb de rol partner inboxer. Dat ging over het kwalificeren van partners die met ons willen integreren, een beetje technisch, maar even mm -hmm. als voorbeeld." Mm -hmm. Dan bel ik naar, uh, uh, of in dit geval slekte ik naar de rolverdeler van die cirkel en ik zeg ja ik wil wat meer gaan focussen op Engeland waar we nu heel hard groeien. Dus ik wil deze rol partner inbox aan jou teruggeven. Nou en dat, en, en dat mag. Hij mag dat ook niet weigeren in dit geval. Dan hij um, en uh, ja dan ligt de rol weer bij hem en dan gaat hij iemand, een nieuwe iemand zoeken die die rol kan vervullen. En zo gaat dat. Krijg je dus een ecosysteem als bedrijf wat de hele tijd verandert. En het leuke was toen uh, corona er was, dat was natuurlijk op zichzelf niet leuk, maar um, uh, ja, waren wij, zijn wij dus heel snel kunnen gaan opschalen. Uh, en zitten wij inmiddels in Kenia, in Ghana en weet ik het wat, terwijl er nog nooit een vergadering heeft plaatsgevonden of een directeur heeft besloten dat we daarheen gingen. Maar de rol die ging over internationale expansie, die zag daar kansen, mogelijkheden en die was gewoon in staat om dat op te pakken, te doen enzovoort. Hm. Um, dus dat hoe ook... werkt dat? Want ik zit even te denken aan zeg maar, de, de, de sponsor van deze serie, ja. Die hebben natuurlijk een soort van software. En software kenmerkt zich nogal door een uh, vrij rigide. Um, ja, dat is een systeem. Ja. Hoe, hoe werkt salariering en salarisadministratie en Zo Kunnen jullie nog werken met dat soort pakketten? Of moet je daar ook iets compleet nieuws voor? hebben Daar hebben we dus wel iets compleet nieuws voor uh, gedaan. Dus bij ons is de salaris. Uh, ja, er is geen directie of zo. Dus, dus de salarissen worden ook door de rollen bepaald. Dus dat zijn een aantal rollen. En wij hebben daarvoor een systeem opgezet, dat heet de Matrix. Uh, en dat hebben wij in Google Sheets gedaan. Maar dat zou je ook in zo'n salarispakket ongetwijfeld kunnen doen. En daarin staat heel expliciet uitgeschreven... Um, eigenlijk precies alles wat van jou verwacht wordt in een bepaald level. En we hebben zes levels uh, in het bedrijf. En uh, iedereen die zit dus heeft dus ook hetzelfde salaris in zo'n level. Yeah. En um, nou, op elk gewenst moment kan ik zelf of een collega vragen... ik wil beoordeeld worden op het level. Dus dat doen we niet één keer per jaar of zoiets, dat doen we op elk gewenst moment. En dan wordt er dus gekeken: dan nodig jij iemand uit, een peer. Um, de rolverdelenrol van jouw uh, primaire team zit daar dan in en die nodigt iemand uit. En die vullen die matrix in. En die kijken dus per vakje, uh, heel digitaal ja of nee, uh, voldoen jij aan wat er verwacht wordt van jou in dat level op dit specifieke thema. Nou, dan komt de score uit. En afhankelijk van de score, als je 80% hebt van een score in een level, dan uh, krijg je dat salaris. Hm. En ook dat wordt dus weer bepaald. Maar ook, nou ja, inflatiecorrectie. Een voorbeeld natuurlijk vorig jaar heel actueel. Mm -hmm. Ik kreeg in september een bericht van, mijn, uh, van de, rol voor de, de, de salarisrol, zal ik maar even zeggen, die de salarissen vaststelt. Uh, dat wij de prijzen of de salarissen met uh, de, toen even uit mijn hoofd 3%. En later hebben we dat nog een keer met 4% gedaan, gingen verhogen. Um, en dan, als ik dat vertel, zeggen mensen, maar ja, jij bent de eigenaar van het bedrijf, je, heb je daar niks over te zeggen? Ik zeg nee, dat, is een, dat bepaalt die rol. Want alles is embedded in de totale verantwoordelijkheid van ja. de, de kaars ja. die je allemaal hebt uitgelegd. En het grappige is dus dat uh, dat in het begin echt wel lastig was, ook voor mij toen we begonnen. Daar zat natuurlijk mijn geld in, mijn risico in. En dan, ja, dit werkt alleen maar als ik niet als oprichter overal ga interveneren. Want op het moment dat ik... Um... Er zijn ondernemers en, en eigenaren en aandeelhouders er best wel goed in over het algemeen. Ja. ja, dus ik moet echt op mijn hand leren zitten. <laughs> um, en dat hebben we trouwens wel opgelost, want tuurlijk ga je interveneren in het begin. Nu, nu zijn we zover dat dat niet meer hoeft, of tenminste dat ik die drang niet meer heb, althans nagenoeg niet. Maar in het begin wel, maar toen hebben we daar een rol van gemaakt. En toen gezegd, nou weet je, dat jij zo nu en dan je mening geeft. We hebben die rol de oracle genoemd. <laughs> een beetje van de Matrix, van die film. En de, de policy die, die daar omheen zat, heette de, de red pill en de blue pill. En dus een beetje, ja, een beetje een grapje ervan gemaakt. Maar gezegd van, nou als er een strategie wordt bepaald binnen het bedrijf... Dat, daar ging ik namelijk niet meer over... dan moet je verplicht bij de oracle langs om advies te vragen. En je hoeft dat advies niet over te nemen... Maar dat gaf mij wel de mogelijkheid om toch ja, iets te vinden of mijn mening te geven. Uh, en daarmee werd het weer heel expliciet dat die behoefte bestond. En wordt het dus ook voor mensen weer heel veilig en ook begrijpbaar. Ja. Dat er soms ja, uh, daar gesprekken over plaatsvonden. Wat zijn de, de hiccups in dit systeem? Noem ik het maar even. Ja, er zijn een paar, paar hiccups. De ene is: het werkt alleen als je het dus heel erg dogmatisch gaat doen. Hè? Dus wat ja. ik al zei, als senior figuren die lang bij het bedrijf werken... of zo'n leiderschapsrol hebben... Eh, toch eh, niet rolvast zijn... maar daar buiten stappen... en zich overal weer mee gaan bemoeien... dan werkt het niet. Um, het tweede is, je moet echt die, die cultuur... en dat vond ik misschien wel het moeilijkste... dat mensen zelf beslissingen gaan nemen. Die moet je heel erg gestru gestructureerd de inbrengen, Dus continu die ja. vraag stellen van wat heb je nodig? Is het veilig of te proberen? Ga het gewoon doen. Uh, liever een fout uh, met die randvoorwaarden die ik eerder noemde, dan dat we het niks doen. Ja. Uh, nou ja, en een risico is er, en daar puzzelen we ook nog wel eens een beetje mee, is dat je niet, um, of tenminste dat je de, de, een homogene groep krijgt. Hè? Dus dat je allemaal ja. dezelfde soort mensen krijgt. Dat je heel erg op cultuur en waarde gaat selecteren. En toch divers neem ik aan. ook. Ja, dus het is heel divers. We hebben Alleen al 22 nationaliteit, ja. maar we hebben ook wel weer het grappig: een hele uh, als je kijkt naar de profielen, we hebben een heel blauw of sorry, ja, blauw groen profiel van heel veel mensen, dus die die, die ja, de, en een stukje rood dat dat willen presteren, dat zou er zo nu en dan wel wat meer in mogen, uh, ja, ja. vind ik dan ja, 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 um, maar ja, dat ja, dat uh, en ja. we staan nu op het punt dat we natuurlijk steeds groter worden. Ja. Uh, ik denk in Nederland het meest bekende bedrijf dat deze filosofie omarmt... op hun eigen manier, dat holocracy denken, is Bol.com. Uh, dus die doen dit met meer dan 4000 medewerkers. Um, en wij zijn nu ook wel na aan het de denken van ja, hoe ga je dat nou verder opschalen... Ja. naarmate je als bedrijf natuurlijk groter wordt. En, ja. uh, en werkt het intercultureel? Want je noemt onder andere Ghana... Dan ken ik dat toevallig een beetje, uh, dat land. Daar werken dingen best wel op heel veel vlakken heel anders. Ja. Werkt dit principe daar ook? Ja, nou je, je moet het dus wel uitleggen. Um, uh, maar Ghana is dat maar Engeland uh, net zo. Hè? Dus ja. Engeland uh, is, uh, ook al is dat vlakbij, en praten ze in een taal die we over het algemeen begrijpen, um, is dat ook cultureel heel hiërarchisch. Um, waar ik bijvoorbeeld achter kwam, ze hebben daar een wet. Uh, dat jij in principe iedereen at will binnen een maand uh, uh, kan ontslaan. Uh, er zitten wel wat waarborgen in, maar zeker niet zoals hier. Dan moet je je voorstellen wat dat met medewerkers doet... die dus weten, ja, uh, de, een vast contract zoals wij dat kennen bestaat daar niet. Uh, van ja, als ik dus niet goed mijn best doe. Dus daarom zie je ook dat mensen allemaal willen... consensus willen, zekerheden willen. Ja, en, en terwijl wij willen juist dat ze, dat ze beslissingen gaan nemen. Dus daar ja. moet je wel echt je best voor doen. Ja. Uh, maar over het algemeen, de grap is dat wij zoveel tijd overhielden. Dus we hadden, uh, doordat we geen vergaderingen meer nodig hadden of veel minder, doordat we geen trage besluitvorming kregen, hielden wij gewoon heel veel tijd, geen kantoor, um, hebben we op een gegeven moment gezegd, nou die tijd gaan we dus teruggeven aan, uh, uh, aan, aan onszelf. En dus we hebben nu een vierdaagse werkweek met vijfdaagse salaris. Voor iedereen. Voor iedereen. <laughs> um, en dat grappige was dat na uh, toen we, we zijn alles gaan meten, uh, van de, wat doet dat met de output? Uh, tevredenheid enzovoort. En nadat uh, we gemeten hebben toen we dus minder gingen werken, ging onze productiviteit gemeten in output. Dus gewoon effectief, wat, wat, wat kregen we gedaan, ging met ruim 20% omhoog. Dus je dwingt mensen om meer te kiezen. En je haalt heel veel slack en bureaucratie eruit. Um, en dat is wel iets waar je scherp op moet blijven. Dus vakantiedagen, ik noemde dat net even terloops. Op een gegeven moment kwam de accountant: ja, vakantiedagen moet je bij gaan houden en dit en zo. zo. En voor je het weet, ga je dan als bedrijf um, nadenken: hoe kan ik dat efficiënt doen of slim doen of weet ik wat. En op een gegeven moment zei, uh, zeiden we met elkaar: waarom schaffen we die dingen eigenlijk niet af? Als we met elkaar gewoon vertrouwen, dan we het lekker zelf. Hoeft het ook niet bij te houden. Het, is allemaal, het scheelt een hele hoop bureaucratie en gedoe. Dus dat hebben we gedaan. Ja, en het, het, het werkt perfect. Dus er wordt ook geen misbruik van gemaakt. Nou, dus. ik, mijn stelling is, uh, ik denk trouwens dat, dat dat misbruik, ik denk niet nou ja, dat het ervan gemaakt wordt, uh, maar uh, ik denk eerder dat je mensen moet beschermen om, om genoeg vakantie te nemen. Hè? Ja. Dus dat het, het werkt eerder andersom. Ja. Maar stel even dat er wel misbruik van zou worden gemaakt. Die denkt er lekker een half jaar weg. Super ja. tijd. Um, dan denk ik nog. Dat uiteindelijk uh, het goedkoper is om het zo te doen, dan om een heel ja. instituut in te regelen en allerlei processen in te regelen om dat ene misbruik ja, te voorkomen. Ja, precies. Dat is natuurlijk in zo vaak is dit ja. het geval. Dat, 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 dat je in 80%, 90% van de gevallen helemaal niks gebeurt. Nee. En daar wel het hele systeem op inricht. Ja. 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 Um, wat heb jij met zorg? Nou ja, ik, ik heb mijn oratie uh, vorig jaar gehouden. Toen heb ik daar een verhaal verteld. Het niet goed hè? Wat zei je? Ga niet goed hè, met de zorg. Nee, nee, nee. Maar... <laughs> is, ik heb je oratie niet helemaal gelezen, maar... Uh... Nee, nou, ik vertelde daar het verhaal over dat ik als, uh, als je klein jongetje, um, toen ik, was ik een jaar of vijf of zo, een zwerver op een bankje zag zitten met mijn ouders. En ik ben daar toen heen gelopen en heb die man een kus gegeven. Um, in mijn oratie staat dat in geuren en kleuren verteld. Maar dat heeft op een of andere manier een hele diepe indruk op mij achtergelaten. Waarom dat... heb je hem een kus gegeven? Ja, dat, dat was een ik vond die man zo kwetsbaar en, hmm. en hulpeloos uh, althans dat is mijn vertaling van nu hè want ik was vijf hmm. dus het was een hele pure reactie en sindsdien wilde ik in de zorg ik wilde eigenlijk dokter worden uh, mijn moeder zegt dat ik het overigens ooit nog <laughs> ga doen maar dat weet ik niet maar um, ja sindsdien heb ik heel erg wat gehad met als mensen dus kwetsbaar zijn um, hulpbehoevend zijn dan hebben wij de verantwoordelijkheid om ze te helpen en dat is in de zorg is dat uh, ja het ultimo, dus zodoende ja. dat ik daarin uh, in terecht kwam. Ja. En wat gebeurt er allemaal in de zorg nu? Nou, er gebeurt heel veel. Hè. We hebben in het kort gezegd veel te veel, uh, veel een hele stijgende zorgvraag. Vooral veel ouderen die uh, allerlei chronische aandoeningen hebben. Uh, we kunnen natuurlijk ook veel meer detecteren. Dus we vinden ook dingen in ja. Dus we hebben een, een gigantisch stijgende zorgvraag. Ja. En we hebben niet genoeg mensen om die vraag te leveren. Uh, simpelweg, er zijn gewoon niet genoeg verpleegkundigen, artsen enzovoort. En daarbij komt dat de mensen die we hebben, de artsen en de verpleegkundigen... ook nog eens de productiviteit met zo'n 3% per jaar daalt. Even afhankelijk hoe je het rekent. En dat komt, en daar ligt de link ook weer met het onderwerp... waar we het net over hadden. Onder andere doordat er enorm veel uitval is. En de hoofdreden van uitval is geen of weinig autonomie. Uh, en daarnaast is er een administratieve last. Even om in beeld te geven. 40% van de tijd van zorgverleners gaat op aan administratie. Ja. Dat is dus, dus, dus twee van de vijf dagen in de week zitten ze dus niet bij patiënten, maar achter een computer of ja. weet ik veel. Maar luister, eens, dit schreeuwt toch naar een vertaalslag van jouw concept, noem ik het maar even, om daar de zorg mee in te gaan. Ja. nou, dus zou dat zou wel werken. Ook? Ja, dus dat is, dat, daar zijn we volop mee bezig. Het dus... lijkt mij namelijk ideale Ja, dat klinkt misschien heel. Ik ben er echt nieuwsgierig naar. Want zo'n special forces, dat, daar, daar gaat nog wel. Erg. Kijk bij een bedrijf, mag je sturen dan met alle respect voor jouw bedrijf. Maar ja, dan gaat er wat mis en dan verliezen we een keer wat geld. Ja. Weet je, maar, maar bij special forces gaat het letterlijk vaak om leven en dood. Ja. En bij de, in de zorg ook. Ja. Dus daar liggen heel veel parallellen. Dat ik denk van hé, hey, zou zo'n systeem daar heel erg goed in passen? Ja, dus, ja in, in theorie wel. Er zijn natuurlijk wel wat uitdagingen, hè, zoals bijvoorbeeld. Wij hebben dan een vierdaagse werkweek, ja, er is 24 uur bezetting in de zorg. Dus dat, dat ja. zijn meer praktische dingen. Um, het belangrijkste is dat toen COVID er was, um, toen zag je dit ook in zorgorganisaties. Dus er was geen tijd voor bureaucratie en voor uh, allerlei vergaderingen en voor dingen. Dus werd vaak, wij hebben zelf met OVG en het ziekenhuis in Amsterdam hebben wij um, toen heel veel op COVID gedaan. Ook een app nog gemaakt om patiënten te begeleiden zodat het ziekenhuis capaciteit kreeg enzovoort. En toen werkten we zo. Dus er was een longarts die had de rol gekregen. De medische inhoud van die app die doe jij. Er was een jurist, die had de rol, alles rondom dat. Nou ja, en zo hadden we dus zo'n team wat zo werkte en op die manier in staat was om heel snel uh, beslissingen te nemen, de zorg in te regelen voor hoe die professional dacht dat het moest. En dat gebeurde op allerlei gebieden. Hè. Dus dit is rondom onze app, maar er gebeurden in de hele zorg fantastische dingen in die COVID-tijd. En toen COVID wat ging liggen, zou ik maar zeggen, toen het wat rustiger werd, toen zag je dat de, dat de oude bureaucratie weer opstak. En toen kregen we weer allerlei vergaderingen en beslissingen en plannen die gemaakt moesten worden. Dus ja, het werkt. Um, maar dan moeten we dus echt keihard die bureaucratie tegengaan en uh, durven. Zorgverleners ook echt weer dat vertrouwen te geven om hun eigen uh, regie te pakken. Maar is er geen zorginstelling die met jou dit aan zou willen? Ja, nou ja, dus we hebben. Uh, ik heb naar aanleiding van, uh, uh, van, van het boek, hè, dat schreven we overigens met drie commando's en, en mijn kompion en ik. Even voor de duidelijkheid, dus niet ik alleen uh, hm. zeg maar. En uh, samen met Thomas heb ik inmiddels een bedrijf Nassau 420. Daar organiseren wij eigenlijk experiences. Voor onder andere zorgorganisaties. om hen op deze manier te helpen werken. We hebben net het, uh, uh, de directie van een, uh, van een farmaceutische organisatie. hebben begeleid. We gaan binnenkort uh, de strategiedag doen. van, uh, van een groot ziekenhuis. Um, en zij gaan dan. Onder, ik vertel dan onze ervaringen. En vervolgens gaan zij onder begeleiding van Special Forces operators. gaan zij dus een missie uitvoeren. Waarin dan uitvergroot wordt. Um, ja, wat gebeurt er eigenlijk als je dus niet duidelijke kaders hebt? Waar gaat dat dan mis? Of als de rollen ja. niet helder zijn en iedereen ja. bemoeit zich met elkaar? Ja. Ja. Uh, of als je voor elk besluit naar de raad van bestuur moet? Dat gebeurt veel in de zorg. Um, en dat gaan ze dus ervaren in experiences. Dat doen we in Didam, uh, in, een, uh, in een trainingscentrum. Um, ja, en dan zie je waanzinnige dingen gebeuren. Dus dan gaan ze echt letterlijk uh, uh, ja, missie voorbereiden... En dan in een jungle die daar nagebouwd is, gaan ze die uitvoeren. Om hun eigenlijk te laten voelen, hoe werken die principes nou als je weer onder druk zit? En dan vervolgens de vertaling te maken, wat kan je daar dan in je dagelijkse bedrijf mee doen? Waarom heet het Nas Nassau 24, zei je? Ja, dat is eigenlijk een beetje toevallig ontstaan. En Nassau staat voor, uh, voor Nederland uh, en, en de 4 is de, de D en de 20 is de T. Van Daan en Thomas. En het ontstond letterlijk een beetje append naar elkaar. Van nou, wat is nou een leuke naam? Die, uh, nou ja, een beetje militair klinkt, om dat een beetje mee te geven. Maar, uh, mm. dus ja, veel meer dan dat zit er niet achter. Hé, er zit een soort. Um Prachtig om te zien hoe jij zeg maar, drijfveer-based bezig bent. Hè? Zowel in de zorg als ook met echt iets creëren wat er nog niet is. En op een unieke manier bezig zijn. Tegelijkertijd ben je ook uh, commercieel gewoon keihard succesvol, toch? Ja. Want, want ja. Ik bedoel, je, je bent vermogend. Wanneer ben je dat geworden? Bij de verkoop van je eerste bedrijf al? Ja, dus ik heb mijn eerste bedrijf een deel verkocht in 2013, volgens mij. Ja. En de rest in uh, uiteindelijk 2020 ben ik helemaal uitgestapt. Uh -huh. um, en ik heb, een, moet ik wel zeggen, een heel groot deel daarvan weer herinvesteerd in Lucy. mijn huidige bedrijf Lucie. Uh, maar ja, toen... Uh... Wat betekent het om veel geld te hebben? Nou, um, laat ik het zo zeggen. Het was voor mij nooit een, een doel uh, om, 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 om geld te krijgen. Maar ik heb wel altijd de filosofie gehad, bij elk bedrijf, ook nu weer bij Lucie... Uh, dat een bedrijf uh, gaat over continuïteit. En uiteindelijk uh, kan je alleen maar continuïteit hebben als je ook een gezond verdienmodel hebt. Hm. En uh, wat je in deze markt heel veel ziet, uh, ik investeer ook zo nu dan in bedrijfjes. Um, dan zie je heel vaak dat er, dat er hang is van ja, laten we maar gewoon heel veel geld ophalen. En dat gaan we dan als een malle verbranden en dan uh, ja. gaat het vanzelf goed. Ja. ja, dat gaat niet. Zo werkt het niet. Als er iemand bereid is om voor jouw dienst te betalen, ja, dan vertegenwoordig je dus waarde. En uh, als je dat heel strak doet, dus ook bij Lucie hebben wij gezegd. Um, terwijl in onze markt het gebruikelijk is dat er tientallen miljoenen aan, aan investeringsgeld internationaal en zo wordt opgehaald. Wij hebben gezegd dat doen we niet. Wij noemen het scenario Hollandse nuchterheid. En het eerste doel is we gaan gewoon streven dat we break-even zijn. We hoeven niks te verdienen, want we herinvesteren alles. Maar we willen wel laten zien dat we gewoon een gezond bedrijf zijn. En het grappige is. Dat deden we in, een, in mensen om ons heen die echt wel... Ja, maar dat bedrijf heeft 40 miljoen opgehaald en 50 en weet ik het wat. En nu zakt die hele markt als een plumpudding in elkaar. Uh, en hebben wij de vrijheid om eigen keuzes te maken. Mm -hmm. En terug op jouw vraag, wat betekent geld? Voor mij betekent geld dus... A, als zakenman, um, ja als timmerman heb je spijkers. Als zakenman heb je geld nodig, om, omdat dat continuïteit is. En B, het geeft vrijheid. Mm -hmm. En dat is iets... Um, nou, dat zit heel erg diep in mijn... DNA. En uh, dat komt. mijn opa zat in het concentratiekamp. Ik was zijn oudste kleinzoon. En ik heb, ben met hem ook daar geweest. Hij vertelde daarover, want ja, met vreemden vond hij dat vaak te ver weg. En dan werd het een soort sensatie. En zijn eigen kinderen was er dichtbij, dus ik zat daar als kleinkind tussenin. Hm. En daar heb ik wel heel erg geleerd van hem, uh, nou ja, de waarde van vrijheid. Uh, en ook, um, nou ja, hoe je daar zelf moet vechten. Hij zei altijd: Ja, wat er ook gebeurt, je eigen toekomst creëer je uiteindelijk zelf. Ja, dat is wel echt een levensmotto geworden. Hm. Ja. Um, nou, je bent nog jong genoeg om een hele lange toekomst voor je te hebben. Um, um, waar, welke, welke kant gaat die op? Ben jij, ben jij, hoe, hoe, hoe vul jij de toekomst in? Hoe doe jij dat? Hoe plan jij dat? Nou, ik heb een heel gaaf boek gelezen, The Tree Box Solution, uh, geschreven door een Harvard professor. En dat is een beetje geïnspireerd op het Hindoeïsme. En daar heb je eigenlijk drie belangrijke goden. De goden van het heden ten dagen, de goden van de toekomst en de goden van het verleden, even golfweg gezegd. Ja. En in die Tree Box Solution gaat het, is de filosofie dat je je werk dus ook indeelt aan de hand van die drie, nou, hij noemt dat dan boxes. Uh, dus 20% van je tijd ben je eigenlijk bezig met stoppen met dingen. Dingen die niet werken, wat je niet meer wil. 20% ben je bezig met de toekomst. Gewoon nieuwe dingen uitproberen. Die mogen dus ook mislukken. Uh, gewoon ballonnetjes oplaten. Um, en de rest van de tijd besteed je in het hier en nu in operational excellence. Uh, en dat probeer ik ook te doen. Dus ik, ik probeer heel consequent dingen te stoppen die niet werken of waar ik geen energie van krijg. En ik probeer heel consequent uh, iedere keer ook weer met nieuwe dingen bezig te zijn. En dat is een soort systeem dat rolt. Het is niet zo dat je zegt, hey, over tien jaar maak ik een soort van plaatje, nee. dan daar wil ik staan. Dat heb ik overigens nooit gedaan, uh, ook met mijn bedrijf niet. Uh, en ik denk dat dat ook wel zit in, nou ja, de, de wereld is zo complex geworden en daarom omarmt dat dat nieuwe werkmodel ook zo mooi, want dat gaat uit van verandering. Wij, wij veranderen als bedrijf continu. Hm. Geen dag, bij wijze van spreken, is hetzelfde. Dan komen de rollen bij, gaan de rollen weg, dan gebeurt er van alles. En we zoeken heel erg naar veiligheid uh, en controle. Maar als we heel eerlijk zijn, dan is de enige controle die we hebben... dat we weten dat het steeds verandert. Hmm. En dus dat omarmen uh, in mijn eigen leven, maar ook dus in, in het bedrijf... dat is denk ik waar het eigenlijk over gaat. Als jij de. Even, dat komt er in één keer nu helemaal op hoor. Maar als jij nou, we hebben het over de zorg gehad, we hebben het over de, de zakenleven gehad. Als jij nou de politiek zou moeten aanpakken vandaag de dag. Vanuit ja, jouw filosofie, wat zou je daar dan mee willen doen? Nou, ik zal eerlijk zeggen, ik heb best wel wat politieke ambities gehad. Ja? Um, ik heb ook een aantal opleidingen gedaan binnen de VVD. Om he, dan heb ik van die opleiding voor minister of staatssecretaris, of wat dan ook. Um, maar, en ik heb zelfs nog in het verkiezingsprogramma gezeten van de, van de VVD. Oh, ja? uh, ik heb overigens toen wat anders gestemd, maar <laughs> om dat even terzijde. Uh, nou ja, wat ik het grootste probleem vind. Kijk, integriteit en vertrouwen bepaalt of mensen zich vrij voelen om beslissingen te nemen, om richtingen te kiezen enzovoort. En wat ik nu zie in de politiek is dat het een spelletje is. Ja. En uh, dat voelt iedereen, ook al wordt dat zo. Met de goeie, best mogelijke bedieningen waarschijnlijk gepresenteerd, maar het is een spel. En het, de echtheid is weg. Dus, um, en dat is ook volgens mij precies wat het probleem is. Mensen vertrouwen het niet meer, omdat ze doorzien dat het gewoon één groot spel geworden is. Ja. Um, en het tweede is, uh, er ontbreekt volgens mij heel nadrukkelijk ook een visie, of in ieder geval een gedeelde visie, van waar gaan we nou heen. En ik heb in de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving gezeten, uh, zes jaar, dat is een adviesorgaan van de regering. Want ik dacht, ja, als je dan zo'n grote mond hebt, dan moet je er ook wat aan doen. Daar hebben we veel uh, kunnen bereiken met adviezen enzovoort. Alleen ook daar zag je op een gegeven moment, ja, en dan schrijf je het zoveelste advies en wat wordt er nou echt mee gedaan? Het is de waan van de dag die regeert en dat is echt voor Nederland volgens mij doodzonde. Ja. Dus je zal veel meer naar een bepaalde richting moeten. Um, ook het klimaatprobleem. Hè? Ik, uh, 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 wat, wat een beetje gebeurt. Ik, nou, ik vertelde net, ik was met mijn, mijn gezin uh, uh, naar Afrika. En dan zie je hoe die mensen samenleven met de natuur. In, in een ecosysteem met respect. En een zelfsustaining lodge waar, waar, waar ze zelf uh, f, uh, hoe heet het, energie uh, opwekken, waar ze eigen watervoorziening hebben, voedsel enzovoort. Dat is waar het over gaat. Een ecosysteem met de natuur, met klimaat. En wat wij dan proberen te doen, is dat te reduceren... want dat is een gigantisch complex vraagstuk... tot een getal, bijvoorbeeld stikstof of CO2. En dan denken we, als we dat nou oplossen... dan geeft ons dat een heel goed gevoel en is het probleem opgelost. Maar dat is flauwekul. Een heel in. complex probleem kan je niet simpel maken op deze manier. Nee. Dus dat vraagt hele andere dingen van, van mensen. En ja, daar, daar komen we nu helemaal niet meer aan toe. Want dan gaan we vervolgens met z'n ruzie maken over dat getal. Ja, ja dat is krankzinnig. En dus, hoe zie jij wat dat betreft dan de toekomst? Nou ja, dus je moet veel meer uh, in een cultuur van leren en proberen en ontwikkelen. Maar dan moet je dus wel de richting weten waar je met elkaar naartoe wil. Uh, dus als we het over het klimaatprobleem hebben, uh, ja, dan moeten we dus met de boeren in dit geval, als we, als we dat dan vinden. En ook met die natuurgebieden, die ieder waarschijnlijk om iets anders vragen. Moeten we gewoon heel praktisch gaan kijken. Want hoe ziet het nou voor deze regio ziet het er dan uit? Wie heeft welke rol daarin? Wat moeten we dan doen? En ik denk dat je dan. Veel meer tot een gedragen iets komt dan dat we nou zeggen: het getal stikstof is heilig. Het is mijn materie niet, dus of dat nou zinvol is of niet, kan ik niet beoordelen. Mm -hmm. Maar wat ik wel weet, is dat als we met z'n allen op één getal gaan rammen. ja, dan slaat het helemaal nergens meer op. Het gaat om een ecosysteem bouwen. Heb jij door, heel, door alle ervaringen die je nu hebt opgedaan, hè, de ja. laatste vraag hoor, heb jij um, um, uh, dingen terug kunnen koppelen aan special forces? Dus jij hebt natuurlijk ja. in het begin heel veel geleerd van hun, ja. maar het bedrijfsleven is toch een ander uh, ecosysteem. Ja. Werkt dat cirkeltje op de andere kant ook? Nou, dat proberen we wel. Dat is overigens wel best moeilijk, want het wereldje van de Special Forces is natuurlijk een heel gesloten en geheim wereldje. Hè? Dus dat. Ja. Um, de maat waarin je daar de ruimte voor krijgt, uh, die is gewoon heel beperkt. Uh -huh. um, maar we proberen wel heel nadrukkelijk uh, ja, de lessen die we dan opdoen, ook weer terug te geven. Um, en zijn bijvoorbeeld nu ook aan het kijken van kunnen we met ook met het netwerk in de zorg, wat ik heb, met uh, daar zit natuurlijk een aantal echt topspecialisten in. Kan je die medische kennis bijvoorbeeld weer teruggeven aan medics in de Special Forces, ja. waar ze wat mee kunnen. Dus ja. het. Het is een mooie vraag, want ik geloof dus heel erg, als je het hebt over een ecosysteem, dan gaat het dus ook over een wisselwerking. Ja. Um, en ook met NASA 420 is dat wel wat we proberen te doen. Dus hoe kunnen we ook de kennis die wij nu hebben over innovatie bijvoorbeeld, ja. hoe kan dat weer landen binnen Defensie? Ja. Uh, en dat is wel een zoektocht, ja. Mooi hè, zoektochten. Ja, ja. Nou ja daar gaat het leven toch uiteindelijk om. Ja. Ja. Dank je wel, Daan, dat je mijn gast was. Dank je wel. En uh, dank je wel voor het kijken naar een aflevering uit de serie van de toekomst van HR, die ik met Loket maak. En deze ging iets breder uh, dan dat. Maar uh, ik denk daardoor niet minder boeiend. Dus bij deze een expliciet dankjewel aan Loket voor het mogelijk maken van dit soort uh, gesprekken. En heb je zitten kijken op YouTube? Uh, blijven verhangen zometeen twee nieuwe gesprekken. Um, en abonneer je ook, vind ik super tof. Help je het kanaal ook mee verder. Zit je te luisteren naar de podcast? Laat ook een review achter. Ik ben super benieuwd wat je van dit soort gesprekken vindt. Voor nu, dankjewel word kijken of luisteren. Hoi.